zo net was het echt heel spannend. Dan reed er een vrachtwagen hier in de straat. En die was dus ook fout gereden. Maar er was een vrachtwagen met een, wel 8 wielen of zo. En die heeft hier het verkeer opgehouden, jongen. En de hele tijd weer niemand bij de bushalte. Ik denk echt dat dit een hele enerverende natuuruitzending gaat worden. Oh, ik zie hier wat rechts. Wacht even zo. Wat komt daar voorbij? Wat komt er voorbij? Oh, ik kan ze. Oh, ja, ze gaan te snel, ze gaan te snel. Ja. Dat waren negro-wiede mensen. Buurtenlanders. En die andere mensen, die kan je achter die bomen niet zien. En ja, oh. Ik kom nou een brommer langs. Ja, ja, ik heb hem. Ja. En die brommer gaat linksaf. Want iedereen gaat hier linksaf. Dat is een soort hobby van de mens tegenwoordig. En dat komt waarschijnlijk door dat bord wat daar zit. Wat zegt de A naar links. Dan is hier de bus. Ja, dat is interessant. Maar die stopt niet eens. Want er is iemand langs lopen. Kunnen jullie niet eens goed zien. Ja, wel. Ja, daar loopt hij, daar loopt hij. Die komt ook niet uit Vlagtwedde. Er is een alles aan de hand in Arnhem. Kijken wat het allemaal gaat worden. Iemand die in ieder geval... Oh, kijk, daar is iemand die gaf dus richting aan. Dat vind ik echt heel fijn, hè. Dat een automobilist met een zo'n knipperdingetje aangeven van ik ga naar links of ik ga naar rechts. En dit was er zo eentje. En die rijdt dan in een witte auto. Dat, ik hoop dat hij dat privilege gekregen heeft omdat hij zo netjes richting aangeeft. Dus daarom mag je een witte auto rijden. Ja, het zal alweer niet waar zijn. Oh, wacht, oh, fietsers. Ja, ik heb die fietsers te pakken, ja. Dat waren dan weer kinderen. Hè? Dat heb je ook de hele tijd hier, van andere kinderen. Je kijkt jezelf helemaal de ogen uit. Ik zit echt te wachten op mijn pensioen. Kijk, en dit is een hele mooie zwarte auto. Ik denk dat dat een, ja, dat, ik denk dat het een Turk is. Maar ik ben niet zo goed in mijn etniciteitsdiploma inburgeringsgebeuren. En daarachter, daar rijdt dus ook van alles. Dat kunnen jullie natuurlijk niet zien, natuurlijk. Er scheurt van alles van links naar rechts. Een heel smerig autootje. Oh, gadverdamme. Echt, maar in zo'n autootje wil je toch niet doodgevonden worden. Dan gaat iedereen zeggen, dat was je eigen schuld. Dat je niet in zo'n stom autootje moet zitten. Weer zo'n fiets eraan. Ja. Ja, dat gaat ook wel goed hoor. Dus, ja, het wordt gelukkig weer een beetje rustig hier. Dus, ja, die merel waar ik het de vorige keer over had. We kunnen nog even de boom gaan controleren met z'n allen. Maar... ja, okay. Hij zit er echt niet. Hij zit er gewoon niet. Je kan wel blijven staren, weet je wel. Maar het enige wat je hebt zijn die stomme auto's die van links naar rechts rijden. En dan heb je gelukkig ook stomme auto's die rijden van rechts naar links. Om het goed te maken. Maar waar is die merel nou? Ja. Ik zie die merel niet hoor. Ja. Jullie misschien wel, maar ja. Ik ben ook wel bijna 60, maar. Nee, er zit echt geen merel. Nou, wat is nou een mooi plaatje? Ik denk dat dit wel een mooi plaatje is. Dat noemen ze een stil. Dan heb je gewoon... het is geen stil, het is gewoon het beweegt. Hè. Jullie zien de bladeren bewegen, maar dit is wel een stil. Hè. Oh, er komt een fietser langs, maar die ga ik niet volgen. Het is een veilig iemand met een groen shirtje aan. Wel, oh, maar die fiets die kan echt niet. Die fiets die kan niet. Wat een homo is dat. Ja, jullie kunnen het niet zien, maar... Jezus, wat een fiets was dat. Dat doe je toch niet. Dat doe je je omgeving toch niet aan. Kom op. Ja, dat je fiets, dat is tot daar aan toe. Wie heeft er een fiets? Er komt gewoon een grijs autootje. Een heel onbeduidend autootje. Dat is niet...
de moeite waard om te filmen? Waar zit dat autootje? Ja, hij is nou weer buiten beeld, maar dat was ook echt, dat stelde niks voor. Oh, dit is ook wel mooi. Dit is ook een mooi beeld. Dit is dus door de tralies van mijn balkon. En die merel is er nog steeds niet. Jeetje man, wat echt, je besterft het hier van de spanning op de Rode Beurstraat. 3 en dan 3 hoog, daar zit ik dan. Oh, ik kom een vervelend wit autootje. Nee, die laat ik gewoon voorbij rijden hoor. Die ga ik niet volgen. Oh, een stelletje. Oh, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Een stelletje. Kijk of ik die kan pakken. Ja. Zie je eens? Kijk. Ik heb ze nou een stelletje. Na, 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 na. Dat zijn lekker een stelletje. Ja. Kan je gewoon zien, hè. Een brommer. Oh nee, ik zal hem eventjes anders instellen. Gewoon, ik wil gewoon dit doen. Kunnen jullie er beter met me meekijken? Heel even wachten. Want de meeste activiteit is momenteel dus aan de noordkant. Dus dan moeten we zo gaan zitten. Ja. Jee, man. Kijk, nu zie je echt de natuur in actie. Er scheurt van alles voorbij. Dat is. Ik zag net zelfs. Oké, er komt een fiets daar langs. Met gele sportschoenen. Dat doe je toch niet? En dat gebeurt hier allemaal in Arnhem. Dat is echt de vrijheid van sportschoenuiting. Kijk, scheurt, weet je. Ja, wat is eigenlijk de maximum snelheid voor een fietser tegenwoordig? En dan komt er weer een auto en die gaat natuurlijk weer linksaf. Ja, we gaan altijd linksaf hier. Dat komt vanwege die A. Die A zal ik even in beeld brengen. Deze A. Iedereen gaat hier linksaf. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik woon hier alleen maar. Dat maakt mij het uit dat ze de hele tijd voorbij rijden met die verbrandingsmotoren. En dan broem, 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 broem. Want we zitten in onze midlife crisis en vandaag hebben we onze Harley Davidson uit het vet gehaald. Nou zeg. Oh, ho, 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 ho. Ja, weer eentje. Ja, ik heb er weer een te pakken. Ja. Sommige mensen zijn vogelspotter, maar ik ben dus gewoon mensenspotter. En daar loopt een mooie vrouw. Pas op. In je beeld, ja, kijk, dat is een mooie vrouw. Kijk, dus als je wil weten wat een mooie vrouw is, nou, die zien er zo ongeveer zo uit. Gewoon, die lopen rechtop. En die weten waar ze naartoe gaan. En die gaan ook gewoon de hoek om, alsof het niks is. Ga de hoek om. Echt een mooie vrouw. Ze had ook trouwens rood haar, maar wat doet dat ertoe? Doen we nou weer even een stil, want ja, met bewegende bladeren. Niet alleen in Almelo is altijd wat te doen, maar ook in Arnhem hoor. Dus vooral op de Rode Beurstraat of... een vrouw. Even zo. En deze, hoe krijg je die in beeld? Oh, dit wordt moeilijk. Ja, ze zit achter dat paaltje. Ja, daar loopt ze. Met een gele tas. Ze heeft blond haar. Ja. Ze zal wel boodschappen hebben gedaan of zo. Dat doen die vrouwen graag. Hè. Tenminste, dat zeggen ze. Ik bedoel, ja, die vrouwen waar ik ooit mee gedate heb, die deden nooit boodschappen. Ik bedoel, alleen maar kleren kopen, make-up en zo. Boodschappen deden ze liever niet. Die heb ik ook goed te pakken. Ja, was het even die fietser die voorbij kwam. Die was echt, die heb ik echt goed getackled. Dit is gewoon zo'n vervelend scootertje. Ik wil die mensen niet afzeiken. Waarom zou ik dat doen? Het is gewoon een fietser. Dat vind ik ook allemaal veel te hard gaan. Waarom wandelen die mensen niet gewoon? Dit is zo'n scootertje. Dan gewoon... Zo'n Harley Davidson, daar heb je dan minstens nog een beetje geluidsoverlast van. Maar zo'n scootertje, dat hoor je bijna niet als je in bed ligt, man.
allemaal fans. Dier fans. Ja, en kijk hier, dit is een normale autootje. Dit is gewoon, ja, hoe is het? Oh nee, dat is diezelfde volgens mij van daarnet. Ja, dat moet diezelfde zijn. Nou, dit is, dit lijkt mij een happy Marokkaan. Je kon hier een beetje happy Marokkaans lopen wezen. Ja, dat mag natuurlijk. Ja, maar die is er wel de bocht om. Oké, dus dan ga ik er nou even in de stil zetten. En de markt wordt momenteel opgeruimd. Dus vandaar al die herrie op de achtergrond. Daar kunnen we misschien ook eventjes op inzoomen, want het is natuurlijk ook wel schattig wat daar allemaal gebeurt. Misschien een betere lens kopen. Even. Ik doe even stop, ja? Ah, dit is toch ook wel een mooi beeld. Het is ingezoomd. Het is, even kijken, natuurlijk laten zien waar we zitten. Hier zit het ongeveer. Daar zit die A. Hier. Dus dan zitten we nou daarna te kijken. En wat je erachter ziet is een fontein. Allemaal water. Ja, dat zijn wel hele authentieke culturele opnames. Daar heb je die fietsers die dan zo voorbij gaan. Kijk, en op deze manier moet je dus UFO's opnemen. Lekker duidelijk. Nou, kijken wat allemaal bij de fontein gebeurt. Het zal helemaal niks zijn, veel te warm vandaag. Oh, wacht eventjes. Nee, er komen twee dames aan wandelen. Ja. Nou. Ze verdwijnen nu eventjes achter die tralies van mijn balkon. Wel de benen kan je wel zien. Ja, daar heb ik mee gehad. Ja, ja. Maar goed. De schijn van dames. Op een dag had ik je vriendin kunnen zien. Nee, kunnen zijn. Als ze dicht ingezoomd, hoe kan ik ze volgen? Ja, ik heb ze nog steeds in beeld. Ja. Dames in het groen. Ja, dames uit het groen. Ja. Ja, dit is gewoon een kwestie. Kijk, je moet dames mooi vinden om naar te blijven kijken. Even. Ja, dan krijg je weer een paal. Dat is de paal van mijn balkon. En nu zullen we denk ik door van gaan. Dit is nog wel voor. Ik had het heel moeilijk zien. Oh jee, nee, ik probeer nog een beetje te volgen. Ja, ze gaan nu naar links. Ik kan het echt heel slecht zien, mensen, om deze dames nog te volgen. Dus. Nee, ik zeg gewoon dat ze buiten beeld zijn. Kijk, nu krijgen we hier wel een heel mooi fenomeen. Dat is de blasblazer. Dat is de muzikant van Arnhem. En die maakt dus echt hele mooie muziek. En in dit geval hebben we een orkest. Deze zijn met z'n drieën. Ze zijn met z'n drieën aan het blazen. Dus tet-tet-tet-tet-tet, aanvallen. Tet-tet-tet-tet-tet, aanvallen. En die gaan gewoon lekker alles schoonmaken. Dus het probleem is namelijk de werkloosheid. Die is dus echt veel te hoog. Of te laag, in ieder geval. Maar in die zin, de opbrengst per arbeider is te laag. Dus de vroegere arbeider die er gewoon een bezemtje had, dat gaat niet meer. Dus we doen nu gewoon lekker de bladblazer. Hij geeft iets meer lawaai. Klein beetje maar hoor, klein beetje geluid. Nou, kijk, daar is ook zo'n karretje erbij. En hebben ze volgens mij per tourbeurt mag dan die ene in het karretje zitten en die andere moet bladblazen. Ja, dat het allemaal wel eerlijk blijft, hè. En, ja, gewoon het plein opruimen, alle rotzooi, ja, dat doen we gewoon niet aan.
allemaal machinaal tegenwoordig, want ja, dus de werkloosheid, hè, die is veel te laag. Te hoog, nee, wat zei ik nog alweer, hoe zei ik nog alweer, te laag, te laag. En er moet gewoon minder arbeid in het werk. En, iedereen is aan het werk, ja, we moeten opschieten, haast, 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 opzij, 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 weer heen en weer de tijd. Ja, opschieten mensen, de markt is geweest, snel opruimen. Nee, daar kunnen we niet de hele avond over gaan lopen bezemen. Ben jij gek? Zoveel arbeiders zijn er niet. Ja, die zitten allemaal te werken in het bottleneckgebied. Ja, onderwijl komt de bus langs. Vandaar die herrie. Zie je, dat was de bus. Dat was een andere herrie. Daar is een karretje gebleven. Ja, daar is hij. Ja. Nou, die veegt lekker door. Hoor. En efficiënt, jongen. Vanwege de werkloosheidsgegevens. Hè. Dit is zo efficiënt werk. Hij verdwijnt nou achter het balkon. Daar kan ik dus niks aan doen. Want ik heb de scherm. Maar hij heeft een collega heeft hij achtergelaten. Die vent in het karretje die denkt natuurlijk van ja, dan ben ik weer weg om herrie te maken. Wie blijft hier dan achter om herrie te maken? Nou, dat is zijn collega bijvoorbeeld. Die gaat daar even lekker eens eentje herrie maken. Herrie, 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 herrie. Herrie, herrie, herrie. Dirty herrie. Ja, zeerlijk. Maar ja, mooi, schoon. Oké, okay, oh, er komt er een. Oh, hij komt terug. Oh, hij komt terug. Dirty Harry is terug. Dirty Harry, this is begun. Ja, en dan vanavond opscheppen tegen een vrouwtje. Ja, en dan kom jij vanavond thuis om een uurtje of 9:30. Dan ga jij zeggen, meisje, ik heb ze vandaag verdiend. Wij gaan morgen naar de kermis. En we gaan lekker lollies eten. Vanavond eerst jij een lolly eten. Te weten mij lolly. Ja, iedereen wil dit beroep. Wel geweldig. Ja, je maakt indruk. Mensen horen je. Je gaat niet verloren. Iedereen weet dat je gewerkt hebt. Ze weten nog niet per se dat jij het was. Maar dat is ook vanwege de privacyveiligheid. Snap je? Want anders hadden ze kunnen weten dat nummer 05398... die had extra hard getetterd vandaag op de markt. Ja, maar dat doen we even lekker niet. Dan houden we je veilig. Dus je mag een lekker anoniem bladblazen. Gewoon een lekker anoniem herrie maken. Geen probleem, jongen. En dat mag je echt doen voor een salarisie. Nou, dan kun je dus frikandellen in de aanbieding, hè. In de aanbieding, natuurlijk, hè. Niet verse frikandellen of zo, ja. Met kerstmis. Bij kerstmis krijg je verse frikandellen in de aanbieding. Als je mazzel hebt. Eerst eventjes herrie maken. Heisa. Kijk, waar zit ik nou? Ik zit er nou bij. Dit is de. Kijk, ze zitten dus daar. Het is gewoon een troep. Een groep, het is een kliek, het is een kabaal. Het is een samenswering, hè, van allemaal mannen die zeggen, ja, we gaan met z'n allen samen herrie maken, want 3 is meer dan 1. We moeten een goede herrie maken, anders krijgen we geen geld meer. En ze zijn wel mooi uit beeld. Wanhopig. Ja, verschrikkelijk. En dan zit het daar. Dat hekwerk, dan heb je daaronder, dat zit te laag voor je, die kunnen dat niet zien. Oh, klopt. Je moet eventjes wachten, dat zit eronder, ja, dat kan je echt, ja, kijk, ik heb ze al in beeld, ja. Een aantal mensen, ja, is dit natuurfotografie? Ja. Ik zit een beetje achter een paal, dat is weliswaar, maar ja, ik kan niet bewegen, want anders dan vliegen ze weg, hè. Als die mensen in de gaten hebben dat je ze aan het filmen bent, dan... Het moet allemaal heel erg NSE, snap je wel. Erg lastig allemaal. Maar ik had echt een aantal mensen in de fotografie. Gaan we nu even hier... Oh, kijk, heb ik er weer een.
Ja, dit lijkt mij een man in een streepjesstrui. En dat waren horizontale streepjes. En dan zitten we nu naar te kijken. Oké, daar zit de A. Oké, we zijn weer terug. Oké, daar hebben we dus daar links van de A een mooie jonge vrouw. Ja, kijk eens. Is dit een mooie jonge vrouw? Ik denk het wel. Ja. Ai. Zo dadelijk komt het balkon. Hop, weg is ze. Ja, flop. Oké, de bus komt langs. Ook leuk. Dit wordt wel wat. Ik kan het weer niet goed zien. Dit zijn dus de voor. Dus daar is dus de buschauffeur. Ik zit even heel ver vooruit. En jullie kunnen de buschauffeur niet zien, dus dat maakt niet uit. Ik ga gewoon lekker terug. Even een mooie stil. Even allemaal even tot rust komen, want de bus kwam net langs. En iedereen wordt er zenuwachtig van. Dat was een verkeersovertreding. Die wil ik eventjes. Waar is die? Oh ja, zo'n nummerbord aan de achterkant is ook onzichtbaar gemaakt. Dat was een crimineel. Hij ging gewoon. Van hieruit gezien aan de rechterkant. Daar ging hij dus langs. Aan deze kant. Daar zitten die haaientanden. En aan die kant was hij er langs gemoeten. Hij had daar omlaag gemoeten. Maar hij ging dus gewoon hier omlaag. Hij sneed gewoon hier die hoek af. Het lukt dus ook niet om hem te filmen. Het kan wel weer eens een conspiracy hoax zijn. En zijn nummerbord kon ik met het blote oog ook niet lezen. Dit lijkt mij een correcte chauffeur. Ik ga zo netjes de hoek om. Die doet het ook een beetje, ja, een beetje traag. Traag. Oké, Dirty Harry is weer terug. I am Dirty Harry. Hele Dirty Harry. Dirty en Harry. Lus je kip bij je curry. En daarachter zit ook één. Kijk, dit is collega. Kijk, dat is een teamwork is dat, hè? En dat je echt beseft dat je herrie is pas wat als je dat echt met een mannetje of wat doet. Hè? En die gewoon een beetje je eentje herrie lopen maken. Hè? En dan vooral ook die stratenmakers, hè? Die doen van het zand tussen de stenen. Hè? En die stoute marktmensen die lopen het zand tussen de stenen weg. En dan deze mensen die blazen het zand weer terug tussen de stenen. Hè? Dat zie je gewoon, hè? Dat kan je gewoon zo zien. Heb je mij niet meer nodig? Zie je zo wel. Er zit ook eentje bij de water. Kijk hoor. Oh, die staat links aan het wandelen. Ja, kijk, daar is hij. Hij gaat nou. Gaat hij verscholen achter de boombladeren? Ja, gaat hij daar lekker doorblazen? Die zijn die mensen actief, hè? En die zijn heel blij met de baan. Kijk, even extra gas geven. Ja. Ook in de lucht blazen. Kijk. Even oefenen in de lucht. Ja. Oké, niet gelijk tegen de grond aan blazen. Ben jij gek? Nee, even oefenen in de lucht. Ook daar is een collega. Ja. Ja. Hop, even oefenen in de lucht. Brom. Tell me, said the elephant. Tell me, said la la la. Ja, maar het is wel een gevaarlijke lui, hoor. Voordat je het weet, dan blazen ze jou een ver weg. Dan is het gewoon afgelopen met jou.
Are you talking? Oké, kijk, heel stelletje. Ja, ja. Allemaal de motortjes nog aan, want zoveel mogelijk herrie maken mensen. Ja, blaas u, DB's maak u. Karretje erbij, ja. Hé, hey, mooi mensen. Het zijn er dus 1, 2, 3, 4, 5. En dan eentje dus in het karretje. Ja, het plein is mooi schoon hoor. Dat is mooi snel gedaan. Dat is een hoop herrie natuurlijk, maar... En kijk, daar tegenover, dat is gewoon snel gedaan. En vanwege de werkloosheid, die veel te laag is. Er moeten meer werkelozen bij. Dus er moeten gewoon machientjes komen. En, ja, kijk, hij komt weer langs. Ja, kijk, daar komt hij weer. Ja. Hun collega, ja. En nu gaan ze Coca-Cola drinken achterin, denk ik. Dat was een grapje. Maar, dat zou wel leuk zijn. Dat is eigenlijk een... Dat die mannen ook een beetje, ja, aan het einde van de dag, dat ze een ijsje krijgen of zo. Het lijkt wel een beetje op een ijskoopkar, of niet? Hè? Goed, ze moeten even overleggen. Gaan we met die rotzooi doen? Ja. Wat denk jij ervan? Het plein schoon genoeg? Ja. Gaan we nog meer blad blazen? Even nog een beetje blazen nog. Wie heeft er nog zin in blazen, mensen? Kijk, de hele beurt die valt weer een beetje stil en er is weer niks te beleven op de Rode Beurstraat. Dus als we nou met z'n allen nog even gaan blazen, ja. Of hebben we er geen zin meer in? Nee. Maar de symfonie is voorbij, denk ik. Ja, ik denk dat de symfonie voorbij is. Ik denk ze afdruipen. Ja, ze lopen eronder, zie je dat? En nu kan je jullie niet meer zien, dan even terug naar... Kijk, daar staan de laatste, die staan er eventjes een beetje aan het karretje te frommelen. Ja, maar die gaat echt afdraaien. Die denkt ook van, die mensen van de Rodeburgstraat, die hebben genoeg hijzen aan hun kop gehad. Ik rot op. Even kijken waar ik naartoe kan. Ja, ik ga daar naartoe. Ja, doorrijden. Al die rotzooi van de markt opruimen. Met je meest lawaaierige methode. Het is een kunst. Het is een kunst dan, zie ik. Man en mevrouw langs wandelen. Die in beeld kunnen krijgen, hoor. Nee, die zijn ontsnapt. Shit. Leuke meisjes, die denk ik ook niet. Jawel, ja. Die heb ik nog een beetje in beeld, oké. Oké, daar komt meneer de vuilnisblazer. En die scheurt er vandoor. Dat kan zo'n dingetje hard, zeg. Ik kan het niet eens bijhouden. Die is volgens mij niet... Nee, die hebben jullie niet kunnen zien. Maar dat was meneer het vuilniskarretje. En dan komt daar een man aanlopen. Dat lijkt me wel een betrouwbare man. Hij loopt als een Egyptiër. Is het Egyptenaar, sorry. Ik denk dat ik deze uitzending ga afsluiten. Ik denk dat... Oh, wacht. Oh, nee. Oh. Wat gebeurt er hier? Zonder bladblazer. Kijk, ze hebben zich gewoon overgegeven. Ze zijn er gewoon mee akkoord gegaan dat we hier op de Rodeburgstraat en omstreken de voorkeur geven aan rust. Dat je vogeltjes kan horen. Tweet, tweet, tweet. In plaats van dat stomme gezeur. Van Ferry Winkel. Om maar een voorbeeld te noemen. Nou, dan ga ik dus nu ophangen. Oh, ja, nou, het wordt wel heel interessant. Ze komen er zo dadelijk onderdoor, maar pas op. Een groep jonge mensen. Oh. Ze komen langzaam in beeld. Dat komt door de kromming van de aarde. Je ziet eerst de voeten en dan haar pas de hoofd. Nee, dat was niet waar, dat was een grapje. Oké, dag lieverd. Tjus.